Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in het Corby Hotel in Lommel voor de halve finale en de Fashion Day van Miss Fashion 2019. Ik heb hier vier dames naast mij zitten die ik graag een beetje beter wil leren kennen. En ik ga bij jou beginnen. Ik ben Iana, ik ben 25 jaar oud. Ik woon in Vilvoorde. Ik heb een dochtertje van een jaar oud. Hallo, ik ben Deborah de Vriend, ben 21 jaar en mijn hobby's zijn paten en fotoshoot. Ik werk al 2 jaar in de poetszaak. Ja, dan ga ik verder. Hè. Wie ben jij? Ik ben Shoni, ik kom uit Sint-Katijnen-Waver, ik ben 21 jaar oud en ik heb ook een zoontje van 3 jaar. Ik ben Rani Hevaert, ik ben 18 geworden en ik speel al 6 jaar voetbal. Ik heb er hier 2 zitten met een zoontje al. Vinden jullie een dochter, ja, met een kindje, sorry. Denk je dat het combineren valt met Miss Fashion? Ja, want ik heb eigenlijk de goede oma en de goede opa die altijd baby's ziet spelen. Die zien mij alle kansen geven om mijn vrije tocht ook te nemen in combinatie met mijn dochtertje. Dus dat is heel mooi meegenomen. Dat is zeker mooi meegenomen, hè. En bij jou van hetzelfde, vind je opvang? Ja, ik denk dat mijn zoon het leuker gaat hebben dan mij. Die is een volle 2 maanden op verlof, dus. Amai, dat is zeker niet slecht. Daar ben ik zelfs jaloers op. Dus, wat verwachten jullie van Miss Fashion? Ik ga bij jou beginnen. Gewoon veel plezier maken en gewoon een goede vriendschap opbouwen met de andere meisjes. Oké. Nieuwe ervaringen. Ik bekijk het zo een beetje, maar ook vooral toffe meisjes dat je meepakt naar de toekomst. En als je spreekt over nieuwe ervaringen, wat bedoel je daar exact mee? Bijvoorbeeld fotoshoots, catwalk lopen. Ik had het nog nooit gedaan. Voor vandaag de eerste keer. Valt het mee? Ja, eigenlijk wel. Dat hoor ik graag. Wat moet ik zeggen? Dat is geen probleem. Nee, wat verwacht je van het verdere verloop van Miss Fashion? Leuke nieuwe meisjes te leren kennen en om veel dingen bij te leren. Bijvoorbeeld als catwalk, fotoshoots, hoe je moet poseren en zo. En om nieuwe dingen bij te leren eigenlijk, ja. Valt het voorlopig al mee voor vandaag? Wow, klein beetje stress, maar ik denk dat dat normaal is. Gezonde stress kan nooit kwaad. Dat is geen probleem. En waarom doe jij mee aan Miss Fashion? Omdat ik eigenlijk nog meer zelfzekerheid wil. Dus ik wil sterk in mijn schoenen kunnen staan. En ik weet dankzij Miss Fashion lukt dat, want in de tijd heb ik dat ook voor gehad. En zij hebben mij echt een zelfzekerheid kunnen geven, plus vertrouwen. Dus ik hoop dat nu nog een beetje op te bouwen en ook naar andere mensen toe te brengen. Dus het is de 2e keer dat je meedoet aan Miss Fashion? Ja. Oké, ik ben benieuwd of we de verwachtingen opnieuw kunnen invullen. Ik heb daar juist een hele goede vraag gehoord hier binnen de groep. Stel, je valt van een trap de dag voor de finale. Nu, het is niet al te erg, maar je breekt toch je been. Wat dan? Dan zou ik eigenlijk toch de finale nog meedoen, want ik heb dat met kunstschaatsen ook voor gehad. Ik had ook iets gebroken, maar ik heb me dat niet aangetrokken. Ik ben gewoon blijven voortdoen en toch blijven alles afgemaakt. Oké, dat vind ik een hele mooie ingesteldheid. Nog iemand? Dus gewoon hetzelfde, ik zou meedoen en gewoon blijven inzet tonen. Eventjes de pijn doorbijten en meedoen. Oké, we hebben hier meisjes die zich enorm hard willen inzetten en die zeker niet willen opgeven. Zijn er speciale hobby's of zo dat we moeten weten van jullie? Iets wat jullie graag doen in de vrije tijd? Paardrijden. Ja, mijn paard wordt nu geleerd in de koets, dus dat is een leuke hobby. Een beetje bezig zijn met de beestjes en zo, ja. Doe je het ook als ga je ook effectief met paard en koets rijden met andere mensen erbij of is het enkel voor jou alleen? Voor mij alleen eigenlijk gewoon voor het plezier en in september ga ik toch voor de laatste tijd in de koets, ja. Ik ga het proberen. Oké, leuk. Nog iemand die? Ik speel voetbal. Dat is niet zo voorkomen bij meisjes, maar ik speel al 6 jaar voetbal, dus. Voetbal en misverkiezingen wordt niet vaak geassocieerd. Hoe kijk jij daar tegenop of waarom kies je dan toch voor een misverkiezing? Omdat ik ook, elk meisje heeft toch nog een meisjeskant en ik kan het combineren met voetbal, dus dat gaat wel gaan. Dus zo, je hebt zo de voetbal Rani en zo de misverkiezing Rani, dat is heel anders, maar toch. Wel leuk, maar dat je zo'n 2 verschillende kanten hebt. Ik kijk er naar uit om in ieder geval al de
missen Rani te leren kennen. En ik zou graag die voetbal Rani ook wel eens leren kennen. Nog één vraag. Noem jullie meest positieve eigenschap. Ik ga bij jou beginnen. Ik ben echt een allemansvriend. In de zin van, jij komt met iedereen goed overeen, nooit ruzies? Nee. Dat hoor ik heel graag. Zo wat zelden eigenlijk, ja. Positief. Ook al gaat het niet altijd vooruitkijken. Ja, dat. Oké, heel leuk. Ik heb vooral een hart voor dieren. Dus eigenlijk alles wat met dieren te maken heeft. Ook mensen helpen eigenlijk, zoveel mogelijk personen en dieren kunnen helpen. Heel behulpbehoevend dus. Super. Ja, ook heel behulpzaam en ook gewoon... Ik ben nooit ruzie met mensen. Dat hoor ik heel graag. Zeker in een wedstrijd zoals Miss Fashion kunnen we dat zeker gebruiken. Heel sympathieke, vlotte en behulpzame meisjes. Ik kijk er naar uit om hun verder te leren kennen. Ik hoop jullie ook. En ik wens ze alle succes.